Zeeland Sport, nabeschouwing. En aan de lijn de trainer van WZP Dames 1 Handbal, Janek Wierwic. Zeg ik het goed, Janek? Ja, bijna goed. Wierwig. Wierwig. Dus de G, ja. is gewoon een G op het einde dus. Vega. Wierwig, dankjewel. Jij speelde met jouw team vandaag tegen Huissen. Het was een hele dikke overwinning, Janek. Daar heb ik gespeeld. Ja. Dat was niet die mooiste wedstrijd, zeg maar, wat wij moesten spelen, maar wel dik tevreden om die resultaat, zeg maar. Ja, dat kan me voorstellen, want je scoort 35 keer. Ja, dat klopt. Ik niet, maar die meiden wel. Ja, de meiden wel. Maar goed, die train jij op het afmaken. Dus die maken de kansen goed af. En daarnaast heb je dus maar 15 tegendoelpunten. En dat is ook natuurlijk een kwaliteit. Ja, zeker. We hebben goed in verdediging staan. En heel weinig kansen weggeven. Mm-hmm. Maar in aanval loopt dat ook redelijk goed, zeg maar. We proberen steeds sneller spelen, zeg maar. Steeds meer... En dat loopt vandaag, dus dat is helemaal positief. Ja, want WZP doet dit seizoen hartstikke goed. Je staat bovenaan met 12 punten, 6 wedstrijden. Wat is het verschil met vorige jaren, Janek? Oh, dat weet ik niet. Vorig jaar ben ik nog niet trainer bij WZP. Vorig jaar ben ik trainer nog bij Holten. Ik heb overstappen naar WZP. En dan moet ik op een nieuw hele team voor elkaar krijgen. Mm-hmm. Dus zeg maar, ja, van jeugd en van dames 2, van dames 1, moet je helemaal uitzoeken hoe je gaat dat doen nog om dit seizoen. Mm-hmm. Nou, en dat tot nu toe is prima en communicatie is goed en we zijn maar helemaal tevreden over deze seizoen. Nee, maar goed, het kan best zijn dat jouw aanpak dusdanig goed is, dat dus die dames daar heel goed van gaan handballen. Doe jij het anders dan andere trainers? Heb je daar met de spelers over gesproken? Ik dat proberen doen op mijn manier, weet je, op positieve manier en blijven kozen en een beetje plezier hebben van dingen wat jij doet. En dat moet van beide kanten gevoel zijn. Ja. Niet alleen maar van één kant. Zo probeer ik dat bereiken, dat heb ik ook in Holten een keer gedaan en dat loopt ook goed. Dus op dit manier, op positief coaching, zeg maar. Ja, nou, dat is leuk om te horen, want WZP is natuurlijk geen grote plaats, hè, met ook het aantal leden. Als je honderden leden hebt, dan kun je makkelijk een eerste team creëren en ook hoger gaan spelen. WZP is een wat kleinere plaats en daarom is het zo mooi dat je nu met dit team zulke mooie resultaten haalt. Volgende week, dan komt er wel een serieuze test aan, want dan komen de dames van Schalkhaan naar je toe. Ja, dat klopt. Dat ze nu aankomt de 2 weekenden. Dus zeg maar tegen Schalker. En dan een week later gaan we naar Achilles. Apeldoorn. En dus zeg maar die 2 wedstrijden kan uiteindelijk zeggen hoe wij staan voor dit seizoen. Maar positief blijven, dat helpt heel veel. Hè? Dus ik blijf positief op die dames. En wij proberen dat gewoon goed maken aan komende weekend. Dus. Ja, wij zullen zien. Dat klinkt goed. Ja, wat het mooie is ook, jullie kunnen lekker zonder druk spelen. Je moet niks, je mag alles. En heb je ook doelstellingen met jouw team gemaakt voor dit seizoen? Ja, wij hebben doelstellingen, maar wij gaan van die kampioenschap. Maar dat zal mooi zijn dat wij even verder terug gaan van die kant wat we een paar jaar geleden gespeeld. Zeg maar hoofdklasse, volgens mij. Ja. Dus ja, dit is zeker met die jeugd wat achter staan en met die ervaren dames, zeg maar. Kan dat wel, hoop ik dat lukt. Ja, precies. Aankomt dit seizoen. Dus op zich loopt daar een goede kant op. En zoals ik zie, daar heb iedereen plezier daarvoor mee. Ik heb wel plezier en die dames waarschijnlijk ook. Dus ja. Dat loopt wel goed. Nou, gelukkig maar. Zijn jouw spelers ook allemaal fit? Of heb je nog last van blessures? Ja, dat begint een beetje een lopende weg. 2 weken geleden hebben wij Dorien geblesseerd in de knie. Dus we wachten nog op een MRI-scan wat precies aan de hand daar. En bij dames 2, daar zijn er ook wel blessures bij. En die selectie is niet zo breed. Daar moeten wij zo proberen zoveel mogelijk met die jeugd bijvoelen. En een beetje schuiven van links naar rechts, dat mogelijk is. Mm-hmm. Maar die blessures, dat is altijd die punt waar moet je mee rekening houden. Ja, maar zeker onze selectie weten. Was niet zo breed, zeg maar, van 2 teams. Dus gaan we 2 teams voor maken, maar met die jeugd bij, dat moet lukken. Oké. Okay. Nou, spannende wedstrijden de komende 2 weken dus. Eerst Schalkhaan thuis en dan uit naar Achilles in Apeldoorn. Daar wil ik je heel veel succes mee wensen, Janek. En we blijven WZP lekker volgen en heel veel succes. Ja, super. Dankjewel. Oké. Okay. Fijne zondag. Fijne zondag. Okay. Bedankt. Doei. Dag.